Wat is er gebeurd met de zogeheten vogelaargelden? Onder leiding van de toenmalige minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie werden er miljoenen gepompt in oude stadswijken. Zo ook in Den Haag. De PVV en de SP in die stad willen nu weten of het belastinggeld wel effectief besteed is. En dus trekken wij samen met onze collega's van Omroep West Den Haag in op miljoenenjacht. Er zou hier dus 3 miljoen in hebben moeten zitten. Grootschalige verbouwingen, aanpassingen. Niet gebeurd. Waar is dat geld nu? Ja, ik hoop dat iemand mij dat ooit kan vertellen. Ik zal daar navraag naar moeten gaan doen. Er zijn heel veel potjes. Je hebt gelabeld krachtwijkenbudget. Je hebt niet gelabeld krachtwijkenbudget. En die lopen allerlei door elkaar. En die worden via verschillende potjes en via verschillende programma's in krachtwijken geïnvesteerd. Ja, en de vraag is, wat gebeurt er nou mee? En levert het ook wat op? Twee Haagse gemeenteraadsleden. Eén van de PVV, de ander van de SP. Ze zien al jaren geld vanuit het Rijk voor probleemwijken binnenkomen bij hun gemeente. Maar binnen de gemeente wordt zoveel met potjes geschoven dat ze het overzicht kwijtraken. Ze vinden het onmogelijk te beoordelen of het geld goed besteed is. Ik vind het zo zonde van al die miljoenen die we nu zo broodnodig hebben. Dat die gewoon oncontroleerbaar blijkbaar door de stad heen zweven. 2008. Minister Ella Vogelaar wijst 80 wijken aan waar de verloedering gestopt moet worden. Woningbouwcorporaties krijgen de opdracht panden op te knappen. Gemeenten moeten zorgen voor veiligheid en beter onderwijs. Daarvoor krijgen ze geld dat ze vrij mogen besteden, zonder voorwaarden vooraf. De rekenmeesters van de Nationale Rekenkamer waarschuwen er dan al voor dat die constructie de controle moeilijk maakt. Het principe is dat iedere euro die aan belastinggeld is betaald controleerbaar moet zijn door een volksvertegenwoordiging, door een rekenkamer op landelijk niveau of op lokaal niveau. Maar dan weet je het van tevoren wel goed moet regelen. En in de tijd hebben wij een waarschuwing afgegeven dat daar een probleem zat aan te komen. En dat probleem van de controle op de gelden openbaart zich nu. Gemeenteraadsleden willen weten hoe het belastinggeld besteed is en vooral of dat effectief was. Op de Haagse markt zijn de meningen verdeeld. Ja, dan heb je onze mooie wethouder, meneer Baldewas Singh. Die heeft daar om een impuls aan de wijk te geven, heb die palmbomen neergezet. Kost 72.000 euro. Nou, het is geweldig gaan lopen. Alle winkels staan leeg. Maar ik weet zeker wat de goede kant er gaat. Tuurlijk. Het kent toch niet anders? Ze stoppen er zoveel geld in. En dan blijf je altijd kaft onder koor houden en slechte mensen houden. Maar je hebt meer goede mensen als slechte mensen in het leven. Onthouden er maar. We hebben ze een nieuw stadhuis gebouwd. Dat heet het Staddeelkantoor. Dat is ook een impuls voor de wijk. Dus in Noorden had dat beslist. Dat is echt geweldig. Alle flats boven staan nog leeg, want die zijn onbetaalbaar natuurlijk in de achterstandsbuurt. Er is niemand die in de gemeenteraad zit of in een gemeente zit die zeggen, nou, ik word er wijs van en ik steek er geld in mijn zak. Ga daar maar even vandoor. Nee. Reageer er eens op. Nou ja, wat het probleem is dat het niet controleerbaar is. En wij hebben ook gevraagd eind december om een totaaloverzicht van de kostenkrachtwijken van de afgelopen 10 jaar. En het probleem is dat er gewoon geen concrete en afrekenbare doelen zijn. Dus je kan niet controleren of alle gelden, en het gaat over miljoenen, miljarden, of dat nou werkt. Maar daar geloof ik heilig in wat je zegt. Maar daar geloof ik in. Maar ik weet zeker wat het niet zo is, wat alles de verkeerde kant uit gaat. Zoals veel gemeenten krijgt de gemeente Den Haag geld van het Rijk om achterstandswijken leefbaarder te maken. Tot nu toe ontving Den Haag een rijksbijdrage van 195 miljoen. De gemeentelijke bijdrage van 112 miljoen. De woningbouwcorporaties leverden 301 miljoen. En tot slot de vogelaargelden, 25 miljoen. Om te kijken of het geld goed besteed wordt, bestaat geen simpel overzicht. In de Paul Krugerlaan werden de gevels opgeknapt. Dat duurde 5 jaar. Ingrid Jugeray vond dat wel wat lang. Vraag na vraag stelde ze erover, totdat het duidelijk werd wat de kosten waren. Als je alles erbij kijkt, dan heb je het ook over een straatmanager, de tegeltjes, de dingetjes. Denk ik dat je het hebt over een 6 miljoen. 6 miljoen? Ja. Ik heb wel eens gekscherend gezegd van, joh, had iedere ondernemer 1500 euro gegeven en had gezegd, joh, los het op. Dan denk ik dat we controleerbaarder en eerder klaar waren geweest dan dit nu. Ik moet zeggen, de wijk heeft een impuls gekregen. Er staan minder winkeltjes leeg dan voorheen leeg stonden. De verzakkingen zijn weg, alles zit in de verf. Maar het had volgens mij voor minstens de helft, en dan ben ik uiterst voorzichtig, zeker minder gekund. En dat is zonder geld. Er zijn talloze rapporten over de vooruitgang in de Haagse wijken. Zo ligt er minder vuilnis op straat. Maar komt dat nu door het werkgelegenheidsproject van het ministerie van Sociale Zaken,
of door de nieuwe afvalcontainers, betaald met vogelaargeld. De raadsleden willen weten welke aanpak werkt. Kijk, als je duidelijk en eerlijk verslag legt, dan had ik 2007 tot en met 2012, 2013 zitten we nu. Dat is 5 jaar, dat zijn dus 5 jaarrekeningen. 5 keer een voortgangsrapportage. En laat het, als je het goed doet, 3 sets schriftelijke vragen zijn. Dus dan was ik met nog geen doosje klaar geweest. Maar het zit er niet bij. Nu heb ik dus dit, 2 dozen. En daar zit niet in waar u mij naar gevraagd heeft. Nee. Een rondgang bij de rekenkamers van de 5 grote gemeenten levert het beeld op dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de doelmatigheid van de ingezette gelden. De Rekenkamer in Den Haag heeft geen totaaloverzicht. Rotterdam heeft zijdelings onderzoek gedaan. Eindhoven zegt inzicht ontbreekt. Utrecht vindt het een taak voor het Rijk. En Groningen zegt het steeds lastiger te vinden om alle geldstromen vanuit het Rijk te controleren. Gemeentelijke rekenkamers moeten beter worden, omdat het Rijk steeds grotere bedragen overhevelt naar die gemeente. Het gaat niet alleen om vogelaargelden. Ook bij andere geldstromen van het Rijk naar de gemeente ontbreekt het overzicht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Nou, dat gaat om een beeld te geven over zo'n 13 miljard per jaar. Die naar de gemeente gaat via die specifieke uitkeringen. En een belangrijk deel daarvan, zo'n 10%, daarvan weten we niet zeker of het op de manier is besteed, onder de voorwaarden is besteed, zoals we van tevoren hadden afgesproken. Daarmee zeg ik niet dat het allemaal fout is gegaan, maar het is niet navolgbaar. Het is onzeker. 1,3 miljard dus. Ja, dus dat is een onzekerheid waarmee je achterblijft en waarvan je af moet stellen of het op te lossen is. De rekenkamers moeten dus in staat worden gesteld beter te controleren. En dat kan dus heel goed op gemeentelijk niveau zijn, als men daar maar toegerust is om dat goed te doen. En dan praten we dus over een gemeenteraad, maar dan praten we ook over een gemeentelijke rekenkamer. En hoe kan zo'n gemeentelijke rekenkamer beter geëquipeerd worden? Ja, dat is een kwestie van bemensing. Goede mensen met goede opleiding, maar ook een kwestie van budget. Er is wel onderzoek naar gedaan recent en daar word je niet altijd even vrolijk van, omdat een heleboel rekenkamers op dit moment op lokaal niveau onvoldoende geëquipeerd zijn. De PVV in Den Haag is tegen het stoppen van geld in achterstandswijken. De SP is juist voor. Maar over 1 ding zijn ze het wel eens. Ja, er moet heel snel duidelijkheid komen en de Raad moet zo snel mogelijk een totaaloverzicht kostenkrachtwijken krijgen van de afgelopen 10 jaar. En er moeten gewoon heldere doelen worden gesteld. Zoveel geld is er tegenaan gegooid en dit is wat we bereikt hebben. En de verantwoordelijk wethouder van Den Haag laat weten dat de begrotingen wel goedgekeurd zijn. En als de raadsleden extra informatie willen, dan zal de wethouder dat zo goed als het kan geven.